daar nog meer? Heel klein. Twee handen. En een moeder. Oh, die zijn heel, moeten nog groeien. En daar ligt moeder. Ik denk dat die misschien net geboren zijn, een paar dagen oud. Ik heb niet domme gekke jachtvoet gekregen. Maar even handen. Leuk, hè? Ja, prachtig, hè? Oh, en er zijn ook nog koeien. Ik ga de koeien kijken. Wat ruikt dat ook lekker. Heerlijk, hè? Oh, prachtig. Ja, die staan wel hier. Nou, dat is boer blauw. Zullen we behandeld worden? Nou, zal ik op thee zitten? Oh, heerlijk. Je koffie. Koffie, ja. Nog lekker, ja. Leuk, hè? Hartstikke mooi. Ik wil even dit allemaal opnemen. Om te... We blijven in het paasweekend, dus dan moet ik... Dan moet jij weer weg. Dan moet ik fort. Nou, ja. Ze zijn er zo weinig geweest, hè? Ja, zo. Dus ik had veel meer tijd. Dus kan ik nog een nachtje... Je moet vanavond een event spelen. Jij? Maar, ja. Ja, dus je bent hier maar heel kort. Nou ja, vanmiddag en vannacht. Ja. Morgenochtend. Liesje komt ook morgenochtend nog eventjes me ophalen en nog even een wandelingetje maken. Pardon. Ja, dat is voor mensen in de stad, dat ik altijd iedere keer huis geluid. Oké. Geweldig. Ja, die verkoopt hij op een gegeven moment, hè. Hij krijgt ze 1 jaar zijn en dan blijven ze een paar jaar bij. Ik wil even mijn laars ophalen. En dan verkoopt hij ze. En, maar voor de slacht, of voor wat? En de schapen, die zijn op een gegeven moment gaan die voor de slacht. Weg, ja. Hij heeft ook veel koeien, dat doet hij nou niet meer, maar jarenlang voor koeien geïmporteerd voor een bepaalde ras voor de, voor de export, voor melkkoeien, die naar Afrika gingen, naar Zuid-Amerika. Stef, weet je waar mijn laarzen zijn? Moet hij ergens onder liggen? Zijn dat dat? Nee, is even mee. Nou, hier ligt van alles. Ja.
Hier. Nou, ze zijn iets te groot, maar ja. Hebben wij hier nog een schepje? Ga je opgraven in? Ja. Gaan opgraven in. Die hele mooie dingen vinden. Ja. Hele oude. Wat ga je vinden, Jannes? Pijpen en. Oh ja. Ik heb al heel veel. Iedereen de laars aan, hè? Ik zie ze nu niet. Hele mooie dingen vinden. Dit zijn weer de kerkschoenen, toch? Ze hebben hele mooie laarzen, die zeg. Het zijn de stadsschoenen, Wout. Stadsschoenen, ja. Echt, heel mooi. Ja, ik zag niet goed of ze naar aan of uit gingen. We hebben echt een schepje meer? Nee, dus handel langs de boeren uit Venten. Dat die rondtrekkende handelaren. Het woonwagenvolk, die hebben op een gegeven moment dit soort wagens allemaal... Omdat de familie erin en dan trokken ze zo van dorp naar dorp. En dan stonden ze buiten het dorp met 3-4 wagens. Dan hadden ze handel bij zich. Dan gingen ze bij de boeren. Dus dat was allemaal vorige eeuw natuurlijk. Ja. Aan het begin van deze eeuw nog tot de Tweede Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog? Ja. Dan werden ze dan had je echt buiten de. Zetten ze het land, die wagen in. Dan gingen ze met hun karren naar het dorp in. Of de alles het handel op te leveren of. Leuk. Ja, leuk, dat zegt de barre tijden. Nee, barre tijden, maar dat jij nog zo'n wagen hebt, dat vind ik leuk. Dat het nog gered is. Maar dat soort werk. En ze willen het ook wel voor de circus en voor de kermisvolk gebruiken. Maar echte woonwagenbewoners, die je nog steeds hebt, die woonwagenkampjes, dat is dat soort volk. Die dus, het zijn niet echt zigeuners, maar het zijn ook niet echt burgers. Nee. Ze voelen zich, ze hebben wel van die typische, een beetje volkse trekken. Maar het is een beetje het volk langs de weg wat vanuit die marskramersfeer iets betere welzijn hebben kunnen veroorloven door ze dit soort wagens konden aanschaffen. Maar daarmee gingen ze dan wel zo overal rondreizen. En dus toen op een gegeven moment hebben ze dat politiek gezien, vonden ze dat allemaal maar onguur, weet je, dat volk wat langs de weg leefde en al die verhalen eromheen, dat ze gejapt werd en... hebben ze op een gegeven moment verboden om te mogen trekken. En toen zijn er van die kampjes ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. He, dan hebben jullie allemaal kampjes, kun je daar je woonwagens neerzetten en dan vandaar kunnen jullie nog wel jullie klusjes doen. En dan zijn ze, ik was minder gesproken als we daar stonden. Dat ze het woonwagenvolk hier aankwam waaien en een praatje maken. Die zeiden, stom geweest dat we daar ingetrapt zijn, want daardoor mochten ze niet meer... is het reizen eruit gegaan. En hebben ze van die kampen, van die gekkoos. Maar dat zit in hun bloed toch, hè? Dat echt het reizen of dat trekken. Dus niet, in huis wonen kunnen ze zeker niet, omdat ze echt, het is veel te nauw. Dus 4 muren leven. En dat vonden ze, ze hebben ze een beetje politiek laten inpakken door de burgermaatschappij die natuurlijk eigenlijk die mensen van de weg af wilde hebben. Ja, die wilden controle daarop. Dus nu konden ze al die mensen naar het goed controleren in de kampjes. En, dat moet ik natuurlijk wel doen, het is wel vast. Hier. Wie is dit nou? dat snap ze dat niet, dat het kleiner moet. Dat ze mij het zware werk doen. Ja, dat is natuurlijk weer... Het is inderdaad zo warm, het is maar even een half uurtje de kachel aan, het is warm hier. Ja. Nou, even een kop koffie. Oh, lekker, hè. Gezellig. Kijk, gaat staan. Inderdaad, lekker zonnig weer. Mooi, ook met zo'n dreigende lucht. Oh, heerlijk hier. Agnossin. Italy. Nee, Italy. Agnossin. Agnossin. Ja! Ja! Hey, snel. Onder de woonwagen. Weet ik niet. Wat heb jij gevonden, Willem? Die dingen. Niks? Ja, je hebt wel gevonden. Ik heb het al huisje gehad. Echt niet? Echt wel. Ja, wat dan? En zal ik alles laten zien? Ja. Kijken.
pijpenkopjes. Oh, dat is leuk. Pijpenkop. Ja, en waar is dat andere ding? Jij ik heb er ook nog een pijpenkop. Ja. Dus stil. Ja, jij had toch die, een... die heb ik ook nog gevonden. Ja, maar... Fantastisch, hè? Hier, dit is wel een toeval. Ja. Dat kijk, is. Deze heb ik gevonden en deze had hij gevonden. Ik had eerst die en toen had hij die. Zullen we die bij elkaar houden dan? Ja. Dat is bij de verzameling van Jana's ouders. Ja, maar we houden alles bij één keer. Dit is heel bijzonder. Dit is een Chinese kom. Kijk daar, een Chinees huisje op. Zie je? Kan dit ook Chinees zijn? Het lag precies bij elkaar. Kijk. Kool. Kool uit... Ja, heb ik gewoon uit, maar meegenomen. 13e eeuw. Dit ringetje heb ik ook nog gevonden. Nou, dat kan een hele bijzondere ring zijn. Hier, een kindje. Kindje, dat lijkt zo. Ja, dat is een verandering van kijk, dolk, hele mooie steen heb ik gevonden. Oh, mooi. Kijk, mooi. Kijk eens, hele mooie steen. De hele pond ligt vol met deze dingen. Hier. Kijk, die glinstert. Ja, zeg, misschien is het wel een... Nee, het is gewoon glas, hoor. Ah. Wat helemaal dik geworden is. Huh? Nou, gewoon glas. Dat is echt mooi, zeg. Ja, je zou een... als je allemaal scherven hebt, zou je dus met cement een heel leuk... een hele wand kunnen maken waarin je dus allemaal dit opnieuw erin metselt zo. Kunnen we dat gaan doen, ja, dat is wat cement meenemen. Paars, dat heb ik ook al. Kom, gaan we nog meer zoeken. Wil je nog iets drinken zo? Nee, ja. Oh, zie je wel. Ja, oké, geef mij wel wat limonade. Wil je een glaasje limonade? Ja. Staat er nog wat, Janus? Nee. Heeft Janus even zoeken? Moet even boodschappen bij de... We zullen wat lekkers kopen nog. Ja, jongen, je blijft toe, joh. Ja, het is bijna klaar. Ja, kom maar, kom maar. We mochten het museum zien van die man hiernaast. Ja. Was op mijn plassen? Heel mooi museum. Wat voor museum? Allemaal oude dingen. Gevonden. Net als deze dingen. Nog ouder. Van 1650 of zo. Steffi is naar je ouders toe, geloof ik. Zo. Wat doe je? Dag zeggen. Even uit. Waar gaat hij naartoe? Even goede dag zeggen. Hé, hey, we gaan morgen paaseitjes zoeken. Ja? Met wie? We hebben paaseitjes. Chocolade paaseitjes. Zullen we liggen? Oh ja, ik heb nog een zakje. Is haar zakken weer vol? Nee, ik heb iets van 300 jaar geleden. In je zak? Ja, dat. Ja. De grond is nog ouder. Nee, maar jullie hadden toch nog zo? Ja, dat is hetzelfde. Ja, kijk. Het hoort bij elkaar. Nee, het hoort niet bij elkaar. Dat is veel donkerder. Ja, maar wel hetzelfde gekke. Ja. En zullen we dit aan hem laten zien, even al deze stukjes? Nee, die... Even laten gaan. Nee, ze zijn een beetje te groot. Het zijn niet bij deze? Mij. Nee, deze. Nee, dit is even mij. Ja? Mijn zit er nog in de. Willem uit Noordeinde. Hallo Willem. Hallo. Jij woont hier in Noordeinde? Ja. En hoe kom je aan deze scherven die hier allemaal naast je liggen? Nou, het meeste heeft mijn vader gevonden. Waar is hij achter in de tuin? Ja, want bij ons heeft vroeger in onze tuin heeft een kerkje gestaan. Een kerkje? Ja. Zo. En welke eeuw? Nou, dat weet ik niet. Maar, nou, toen mijn moeder kwam, toen stond hij er nog. Maar hij is neergestort. Ach. Want hij stond helemaal schuin. En toen lagen al die scherven daar op de grond? Ja. Dan kon je die zo oprapen? Ja. Die heeft je moeder gedaan. En jij ook? Nou, mijn vader. Je vader? Ja. En wat ga je doen met al die scherven? Die liggen nu allemaal in... Wat zit daar? Wat zit er in die doos? In de doos? Er zitten... Ja, meestal stukken van potten en zo. Oh, ja. En wat ga je ermee doen? Ga je er nog tentoonstellen? Hier? Ja. Kon je ja, er nog of nee, mijn moeder hadden toen, want ik heb thuis nog een pot met allemaal dingen. Heb ik hiernaast. Ja. Dat is een man die heeft speciaal voor mij een soort iets van wat op een pijpenkopje zat. Dat is een haasje. En dat ga ik op een zwart steentje plakken. Mm-hmm. Omdat dat haasje zelf. Wit is. Hartstikke mooi. En wie is dit hier? Is dit je vriend? Ja, dat is mijn vriend. Doe je dat ook, verzamelen? Tuurlijk. Waar vind jij dat dan? Hier achter in het weiland, bij Boer. Als je daar gaat wandelen? Ja, nou bijvoorbeeld, we hebben vanmiddag... zat ik aan het zoeken, toen vond ik dit scherfje.
Even, ja, goed laten zien even. En wat is dat? Met bloemetjes erop. Er zaten hele mooie bloemetjes op. Ja. Oh, ja. En even, nee. Later, ja. Even later op dezelfde plek zat hij. En toen vond hij een met een huisje. Oh. En wat ik het mooiste en van mijn verzameling vind is de dekseltje. Ja. En toen we nog verder gingen zoeken in de die is verzameling van hem en mij, vonden we nog een paar van dat soort modellen. Zoals hier. Die tekens, dat zijn tekentjes van pottenmakers die dat hebben gemaakt. Hartstikke mooi. En dit, wat is dit wat je hier gevonden hebt? Dat is geen scherf, hè? Nou, het is een meerkoet, maar... Pak eens mee. Het is wel een scherf, laat eens zien. Ja, laat zien. Scherf van hem? Ligt maar vol. Heel dichtbij. Meerkoet. Meerkoet. Ik heb ook nog van die pijpkopjes. En er staat altijd van die tekentjes op. Maar dat is het teken van het fabriek of zo. Van die mannen. Ja, van de fabriek. Ja, die al die dingen maakt. Nou, hartelijk dank voor dit interview. Zullen we het een beetje afronden? Nee. Over een maand weer terug. Dan komen we eens kijken wat er een nieuwe... Hier zit hier nog een heel mooi scherfje. Nee, ja. Nieuwe kijk, vondst, 4 eeuw oud. Nou, hartelijk dank voor deze interview hier in Noordeinde. En prettige Pasen. Ja. Pasen 1994. En tot volgend jaar. Hè? Ja. Dag Willem. Yo, ik ben gewillend. Dat is uit een heel scherp in die schapen. Er zijn heel veel dieren die het proberen, maar die overal onderduiken, maar dat is uit een lukkertje. Ja. Ze vreten en dan willen die lammeren nog wel eens even gauw onder een vreemd schaap duiken. Ja, zo van achter. Proberen, ja. Stiekem. Wordt het vol in het boetje. Ze kunnen het land niet in, het is te nat. Oh, is dat het? Ja. En dan is het koud. En de storm is niet, jij moet alles binnenhouden. En die anderen die daar wel staan? Waarom staan die daar dan buiten? Nou, dat is een lastig. Daar naar buiten? Ja, nee, dat is een lastig. Oh. Dat is een lastig. Dat is een lastig. Dat is een lastig. Dan ga ik de volgende afdeling. Even mee kijken? Ja. Gedaan die één had. En toen het eerste lam geboren werd van dit schaap, hij had er maar één, gauw even die vier gepakt en ingevreven met het geboren lam en toen likken ze alle twee af. Want als ze niet aflikken, dan wordt het niks. Wordt het niks. Hetzelfde zien als die oorbellen die je in hebt. Ja. Je ziet er wel eens dat ze smeren en zo. Ja, maar dat denk ik met je oorbellen ook wel. Ja, maar ik kan ze uitdoen. Ja. Yeah.
denk dat hij vandaag langer wordt. Jij, welke wordt dat? Deze. Ik heb hem een streep op de rug gegeven. Oh, wacht. Maar het is nog niet helemaal... De schede wordt een beetje nat. Zie je? En al een beetje grof. En het is mogelijk dat hij binnen een uur gaat lammeren. Maar het kan best zijn dat het vannacht 2 uur pas wordt. Soms owners onverwachts. En deze die maakt zich dus zogezegd goed klaar. En hoe zie je nou dat hij staat? Nou, omdat de schede dus wat gevormd wordt. Ja, dat wordt dus altijd snel beter voor opsluiten. Dat kan ook een uur gebeuren, maar ook pas vanaf een 2 uur. En hoe hoor je dat nou? Je hoort het. Ik ga er elke nacht 2 keer uit. Als je denkt dat 2 uur en 5 uur, dan ga ik even kijken. Maar in die uur weet je niet, dat kan nog een half gebeurd. Je moet geluk hebben. En als je het tegen ziet, dan weet ik alleen maar dit lammetje en dit schaap van een keer rond. Achter tevoren. En als ik er niet bij was geweest, had het lammetje dood geweest. Want dan blijf ik te lang in de baan, in de tandendraad. Ja. En dan stik ik hem, dan gaat hij nauwelijks weer wat los. En dan zit hij zijn kop in die warmte er al. En als je dan snel trekt. Heb je wat lekker tijd? Ja, dat is gelukt. Maar ik heb ook weggehaald. En deze die zijn allemaal al. Ja, ja, het is ongelooflijk lichtgevoelig tegenwoordig. De moeder van het kalfje, geloof ik, eerst.